Nu als je hebt over globalisatie, waar ik over heb, ja. Dat zorgt automatisch ook voor politieke globalisatie. En dat is ook logisch, omdat als je financieel samen niet sterk staat, dan, ik bedoel, als je politiek samen niet sterk staat, zul je financieel heel zwak staan. Dus wordt er ook politiek steeds meer geïntegreerd, zoals u vaker heeft gezegd. Deze politieke globalisatie zorgt voor een steeds meer centrale machtspositie van Europa en ook een grotere kloof tussen de burgers en de politiek die gedreven wordt. Net als dat Van Rompuy nu een soort van presidentsfunctie heeft gekregen, zonder dat wij op hem hebben gekozen. Mm-hmm. Zonder dat er een verkiezing is geweest, een Europese verkiezing, om het zo even te zeggen. Ik ben eigenlijk dus vrij sceptisch en kritisch naar deze ontwikkelingen binnen de Europese Unie. Maar u bent daar, zo te zien, eigenlijk juist voor deze ontwikkelingen. Voor meer centralisatie, voor meer politieke macht en voor meer een grotere kloof tussen de bevolking en eigenlijk de politieke Europese instanties ja. En machtsverdeling. Ja, u moet even de discussie over de kloof, die ik naar aanleiding van wat Anton Zijderveld daarover heeft geschreven en gezegd, even loskoppelen van Europa. Ik begin even bij globalisering. Het is moeilijk om te zeggen, ik ben tegen globalisering. Want globalisering is bij ons. En als ik u een lijstje zou hebben gegeven van de, laten we zeggen, de bedreigingen en uitdagingen voor de wereldstaat, dan zijn er heel weinig onderwerpen die je nationaal nog kunt oplossen. Terrorisme kun je niet nationaal oplossen. Migratie kun je niet nationaal oplossen. Proliferatie van massavernietigingswapens kun je niet nationaal oplossen. Klimaatverandering kun je niet nationaal oplossen. Met andere woorden, je moet waar dan ook vormen van integratie vinden. En die globalisering is bij ons en die gaat niet weg. Je kunt niet, ik ben mijn oratie begonnen met te zeggen, en sommigen in Nederland denken dat dat kan, je kunt globalisering niet tegenhouden door dijken te verhogen of grenspalen te slaan. Dat was de eerste zin van mijn oratie. Sommige mensen denken, als we maar lekker achter die dijken blijven zitten, fijn, ik ben daar eerder op ingegaan. Dus ik ben tegen globalisering, dat vind ik een moeilijke stelling. Je kunt zeggen, ik wil de uitwassen van globalisering bestrijden, die zijn er ook. Denk even aan de hele bankencrisis, denk even aan de Lehman Brothers, de Goldman Sachs van deze. Dus er zijn uitwassen van globalisering, zonder enige twijfel. Maar globalisering is met ons, dat is punt 1. Punt 2, ik ben het met u eens dat er binnen de Europese Unie nog altijd een probleem is rond democratische legitimatie. De Engelsen hebben daar een woord voor wat iets meer betekent dan dat, accountability. Waar wordt en hoe wordt verantwoording afgelegd? Dat zie ik niet in eerste instantie als een probleem bij meneer Van Rompuy. Want meneer Van Rompuy zit de Europese Raad voor, dus bereikt besluitvorming voor, staat op een persconferentie na de Europese Raad. Dan moeten ook alle hele zooi mensen erbij staan, want Europa is zo'n ingewikkeld beest. Dat je en meneer Van Rompuy en meneer Barroso en het voorzitterschap, er staat altijd een hele batterij mensen een persconferentie te houden. Altijd interessant om te zien wie er in het midden staat. Dat heeft Van Rompuy bevochten. Eerst stond Barroso in het midden, nu Van Rompuy, moet maar eens opletten. En daar staat de belangrijkste man of vrouw al in het midden. Dus ik vind de Van Rompuy benoeming, daar maak ik mij niet enorme zorgen over als je het hebt over democratische legitimatie. Waar ik wel een aantekening bij plaats is dat, maar ik heb wel gezegd, ik ben geen federalist. Het Europese parlement is een parlement met belangrijke bevoegdheden. Maar de belangrijkste vraag waar het in het parlement over behoort te gaan, dat is de machtsvraag, is in het Europese parlement niet aan de orde. En daarom is het geen, de Europese parlementariërs houden er niet van als ik dat zeg, geen echt parlement. Ze hebben veel bevoegdheden, ze gaan over veel. Maar ze gaan niet over het ultieme middel wat in de politiek kan worden ingezet door het parlement. Dat is het machtsmiddel, door namelijk een minister naar huis te sturen, het kabinet naar huis te sturen. En zolang je dat niet hebt, is het Europese parlement niet van dezelfde orde als de Tweede Kamer of de Duitse Bondsdag. Je ziet nu wel, over legitimatie en accountability gesproken, ik zie wel nationale parlementen, ik noemde u de Bondsdag in Duitsland, maar ook het Nederlands parlement, je ziet nationale parlementen een zwaardere rol voor zich opeisen, voordat die premiers en staatshoofden naar Brussel gaan. Niet in een presidentieel systeem in Frankrijk, maar dat wil ik nou even niet met ons vergelijken. Omdat Sarkozy in feite alleen heerser is op het punt van buitenlands beleid. Maar Rutte is dat niet en Merkel ook niet.
Amerikaanse president weer wel, hangt vanaf welk systeem je hebt, parlementair, presidentieel. Nou, in parlementaire systemen in Europa, en ik vind Duitsland en Nederland goede voorbeelden, Duitsland dan nog afgedwongen door het constitutioneel hof. Duitsland heeft een verfassingsgericht, Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. En die hebben Merkel in feite, de regering in feite, voorgeschreven om naar de Bondsdag te gaan, ook bij niet grote beslissingen in Europees verband. Maar je ziet ook de Nederlandse Tweede Kamer, tot mijn vreugde zeg ik, als oud-parlementariër, zijn tanden zetten in Europa. En dat vind ik zeer terecht. En dat komt niet alleen door de gedoogconstructie, maar is ook een fenomeen van meer algemene orde. En als ik zeg, wat ik zojuist zei, de legitimatie van een politicus zou altijd met name nationaal geworteld moeten blijven, daarom ben ik geen federalist, dan zie je de Tweede Kamer nu wel degelijk zijn mogelijkheden gebruiken om ook tegen Rutte en de Jager te zeggen, denk om vinden. Je gaat naar Brussel, maar wij hebben ook een stem. En wij geven jou een mandaat mee. Niet formeel een mandaat in de zin van, je mag niet bewegen zonder dat wij dat hebben goedgekeurd. Dat systeem dat ze in Denemarken lange tijd gekend hebben, met minderheidskabinetten. Nou, we hebben ook een minderheidskabinet. In Nederland is de complicatie dat de PVV op Europa helemaal niet meedoet. Daar hebben we het ook over gehad, dat ze die oppositie nodig hebben. Daar vind ik, kan die democratische legitimatie nog beter en sterker dan ze is. Maar in de benoeming van Van Rompuy als technisch voorzitter van de Europese Raad, en veel meer is hij toch eigenlijk niet, goede man ook, uitstekende man. Ik heb hem vele jaren meegemaakt, in België is een ander verband. En mevrouw Ashton als hoge vertegenwoordiger, daar zie je weer de beperking, die mag geen minister van Buitenlandse Zaken heten, want dat willen de Britten en anderen niet. Dus die heet als hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands- en veiligheidsbeleid. Dat zijn, daar heeft u gelijk in, dat zijn benoemde functionarissen. Ik maak me daar niet zo geweldig veel zorgen over. Ik zou me zorgen over maken als nog het Europese parlement, nog nationale parlementen, de Merkels en de Ruttes aan de touwen zouden houden in wat op dit moment een heel lastig, gecompliceerd en ingewikkeld Europees debat is. Kunt u niet met iets creatiever, met iets beters komen? Wat zou, die schop ik even terug, wat zou in uw opvatting iets beters zijn? Nou, ik ben maar een hele simpele bestuurskundige student. Ik ben maar een hele simpele olifant. ik heb geloof ik wel een aanzet gegeven. Ik durf met iedere burger, in iedere town hall meeting, zoals dat zo mooi heet, de discussie aan over onze uitkeringen op termijn, over onze pensioenen op termijn, over onze levensstandaard op termijn. Ik heb Henk en Ingrid en Mohammed en Fatima genoemd. Die discussie durf ik ten volle aan. Want dat is wat vergeten wordt door de Europa-critici. De wereld ziet er echt anders uit, zo begon ik dan in de 19e en de 20e eeuw. En de concurrentie zal feller worden, de concurrentie zal heftiger worden. We zullen te maken krijgen met andere godsdiensten, andere ideologieën, andere achtergronden. Ik heb het mensenrechten voorbeeld genoemd. Maar we zullen ook te maken krijgen met zeer snel opkomende en zeer invloedrijke economieën. En ik wil graag in Nederland, ik ben geen federalist, om de verworvenheden van onze sociale rechtsstaat, daar komt het begrip sociaal om de hoek kijken, wil ik graag houden zoals ze zijn. We hebben een fantastisch systeem. En lees het laatste rapport van Sociaal en Cultureel Planbureau erop na. De Nederlandse burger is niet ongelukkig. De Nederlandse burger voelt zich relatief heel prettig in Nederland. En ik heb zeer veel in de wereld gereisd gedurende zeer vele jaren. Nederland is een van de mooiste landen die er is op deze wereld. En een van de zekerste landen, een van de veiligste landen, een van de meest gecompleteerde rechtsstaten die er in de wereld zijn. We kritiseren graag, we zijn graag zelfkritisch, we zijn graag somber, we kankeren graag. Aan het einde van de dag leven wij in een fantastisch land. Als we dat zo willen houden, op de terreinen die ik noemde, dan kun je dat nooit in je eentje. En dan ga ik ook naar Vlaanderen en dan ga ik ook een kritisch publiek uitleggen, niet met de narrative van nooit meer oorlog, hoewel, hoe dik is ons laagje beschaving, hoe dik is het fineer en wanneer krap je er doorheen. Ik zal u zeggen, ik was op een conferentie nog niet lang geleden over Europa, van de elite, alleen maar elite, wat was dat? Nou, ik zal u zeggen wat ik daar Duitsers tegen Italianen heb horen zeggen en tegen Grieken, daar lusten de honden in brood van. Jullie big spenders, waardeloze kerels, geen discipline, hoe dik is het laagje? Ik weet niet hoe dik het laagje is, maar we moeten wel permanent aan het laagje werken. En te zorgen dat die fineren, dat die overeind blijft. En dat Europa een project is van de samenleving, niet van de elite, maar van de samenleving. Daar heb ik een fout gemaakt.
door te vergeten dat Europa een project moet zijn van de samenleving. Hoor je niet zo vaak meer, de samenleving. Maar de samenleving is, zoals het woord al zegt, samenleving ongelooflijk belangrijk. En daar moet Europa gedragen worden, anders gaat het verkeerd. Maar het argument dat ik daarvoor heb, is veel meer dan de narrative die niet meer werkt. Alhoewel ik zeg, de afwezigheid van oorlog en veiligheid is nooit één gegeven. Want wij dachten dat Europa vrij was van oorlog, tot in de 90e jaren in onze achtertuin in de Balkan Srebrenica plaatsvond. Hoe dun is, hoe dik is het laagje, zeg ik even weer retorisch. Ik denk dat ik het verhaal wel vertellen kan. En ik denk dat ik en met mij velen het onvoldoende hebben gedaan in de afgelopen jaren. Dat is ook een van de problemen. En anderen de gelegenheid hebben gegeven door te zeggen het is allemaal waardeloos. En in de verdedigende houding zijn geschoten. Omdat we niet meer trots zijn op daar waar wij voor staan. En omdat we moeite hebben met het definiëren waarvoor wij staan. Wat voor samenleving wij willen. Samenleving.